Hallo mensen van GamesXL en welkom terug bij deze nieuwe video. En zoals jullie misschien wel kunnen horen ben ik een beetje verkouden. Dat komt namelijk door het weer. Ja, het spijt me ervoor. Daar kan ik niks aan doen. Maar ik wou vandaag gewoon even iets recorden. Ik heb ook leuk nieuws namelijk. Ik heb gechanged naar de nieuwe YouTube layout. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat om 29 mei het automatisch wordt gedaan. Ik had een banner liggen van Christiaans Design. Zo heet die gozer die het voor mij heeft gemaakt. En ik geef hem nu een dikke shout-out. Ik zou in de beschrijving zijn kanaal zetten. En de video waarin jullie zien dat hij mijn banner maakt. Ik vind hem zelf vet ziek geworden. Echt super vet. Kijk eventjes op mijn kanaal. Gewoon even klikken op mijn kanaal. Dan kunnen jullie zien hoe die is geworden. Wil ik jullie hem nou even steunen. Abonneer dan even op zijn kanaal. Want hij heeft er best wel veel tijd in gestoken. En ik ben er echt blij mee. Ik vind het een leuke design. Ik vind het een leuk design. Dus ja, probeer gewoon even op hem te abonneren. Zoals jullie zien heb ik hier overal rommel chests gemaakt. Dat komt omdat ik een beetje al bezig ben met alles in te delen. Maar ik wou nu eventjes gezellig met jullie gaan caven. Ja, gaan caven. Dat is lang geleden dat ik weer een keer heb gecaved. En ik had gewoon zin om weer even te caven, denk ik. Ik had gewoon even zin erin. Dit is gewoon even weer een video van mijn wereld 2 natuurlijk. Ja, ik wil wilde ik natuurlijk even zeggen dat ik een nieuwe banner heb. Waarom doet al die kleine koetjes erbuiten? Ik sloeg op ongeluk. Sorry, lief koetje. Sorry. Maar ja, ik wil gewoon even zeggen dat ik een nieuwe banner had. En dat ik er zelf heel erg blij mee ben. Dus ja, ik hoop dat jullie hem ook gewoon leuk gaan vinden. Want dat is natuurlijk chill als jullie hem ook leuk vinden. Ik wil een Silk Touch Pickaxe meenemen. Ik neem deze mee, denk ik. Ik heb hier nog een paar powerbogen liggen en die. En deze wil ik met elkaar combineren, zeg maar. Hoeveel levels heb ik daarvoor nodig? Dat wil ik eigenlijk wel eens even kijken. Hoeveel levels heb ik nodig? 23 en zo 27. Oké, nou, na deze cave-tocht zou ik ze kunnen combineren. En dan heb ik een Power 4, Flame 1 en Punch 1. Dat is redelijk een goede boog. Oh, sorry als ik mijn neus ophaal, dames en heren. Het spijt me ervoor, maar ik ben echt, echt zo verkouden. Dat is niet normaal. Ik ga even een cave zoeken. En dan ben ik zo bij jullie terug. Dan gaan we weer even lekker caven. En misschien dat ik een paar comments erbij pak. Die ik ga behandelen. Dat vind ik altijd nog wel leuk om te doen. Dus ja, tot zo. En daar ben ik weer. En als het goed is heb ik nu een leuke cave gevonden. Hoop ik. En ik wil even wat coal meenemen. Want coal heb ik altijd nodig voor torches. Dat is altijd makkelijk. En ik ga gewoon even caven. En zoals ik net al zei, dus een nieuwe kanaal op banner. Heb ik geüpgraded naar een nieuwe kanaal layout. Ik zelf ben er nog niet echt heel erg grote fan van. Maar ja, het went vanzelf, dat weet ik zeker. Ik zou het echt super tof vinden als jullie even naar die gozer gaan om gewoon te abonneren. Zijn video's gaan kijken, dat soort dingen. Want hij maakt gewoon goede banners. Als je naar mijn kanaal gaat, dan zie je ook welke dat hij voor mij heeft gemaakt. Ik vind hem super vet. Ik vind hem echt leuk. Dus ja, hij heeft er veel tijd in besteed. Hij heeft zelfs gevraagd, dat doe je erbij. Ik heb hem zelfs een paar keer gezegd van, oeh, dit vind ik iets minder. En dan heeft hij dat veranderd. En dan heeft hij dit weer veranderd. En zus weer veranderd. En hij heeft er heel veel tijd in gestoken. En de cave loopt dood. En daar ben ik hem best dankbaar voor. Dat hij zoveel tijd er alsnog in heeft gestoken. Ik had al lang gezegd van, ja, hey, zoek het even zelf uit. Ik ben best wel vervelend geweest in dat geval. Met, dit vind ik iets minder leuk ervan. En alleen hij is heel rustig gebleven. En heeft het gewoon voor mij gedaan. En dat vind ik echt tof van hem. Dus ja, hij verdient gewoon wat abonnees. Sowieso. Hij verdient ook jullie views. En ik zou sowieso zeggen, kijk het gewoon even. Want ik vind Speed Arts altijd leuk. En het is gewoon een fast forward video van mijn achtergrondkanaal. En zodra die is geüpload, zet ik de link in de beschrijving. Hij zou eerder geüpload zijn dan deze video. Dat doe ik expres, zodat iedereen meteen de link kan zien. Dus ik wacht net zo lang totdat die helemaal geüpload is, die van hem. En de link, het werkt en zo. En dan kunnen jullie de link aanklikken om te bekijken in de reacties. Of in de beschrijving. En ja,
dan helpen jullie hem en mij maak je ook blij. Want hij heeft het voor mij helemaal gratis gedaan. Het kost mij geen geld. Hij vroeg niet eens voor een shout-out, niks. Dus ik heb gezegd, weet je wat, ik geef jou gewoon een shout-out. Want hij wou het gewoon voor gratis doen, voor niks doen. En bij de meeste mensen moet je daar gewoon geld voor betalen, voor een leuke banner. En deze gozer, die vroeg er niks voor. Dus dat vind ik dikke respect. Christiaans Design, link in de beschrijving. En ja, nogmaals, kijk gewoon even klikken en dan even abonneren. Hij zou het in ieder geval leuk vinden als jullie abonneren. En ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden om te zien hoeveel mensen nou eigenlijk vanuit Nine naar zijn kanaal gaan. Om echt te abonneren en hem echt te blijven steunen. Daar ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. Hoeveel mensen zouden dat kunnen doen? Nou, ik weet sowieso dat al mijn fanboys dat altijd doen. Daar ben ik echt super blij mee dat ik sowieso wel fanboys heb. En de rest van de abonnees ben ik ook blij mee. Hoor daar niet van. Ik bedoel, ik groei op het moment zo snel. Ik heb alweer bijna 1200 abonnees. 1200. Dat is echt zoveel. Dat is echt superveel. En ik ben er zo blij mee. Want ik had eigenlijk op het begin helemaal niet gedacht dat ik ooit zo groot zou worden. Ik had gedacht dat ik misschien de 100 abonnees zou halen. En ik heb nu al 1200 abonnees. Nou, zoek de verschillen. Jullie snappen natuurlijk wel dat ik daardoor gewoon blij ben. En het komt gewoon door jullie. Het komt door jullie. Jullie zorgen ervoor dat ik groter word. Doordat jullie de video liken. Doordat jullie de video's delen met maten, vrienden, favorieten toevoegen, comments geven. Al dat soort dingen. Dat zorgen ervoor dat mijn video's meer wordt bekeken. Ik meer abonnees krijg. En daar ben ik jullie allemaal super dankbaar voor. Want ik bedoel, 1200 abonnees. En ik ben nog niet eens een jaar bezig. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Ik ben er echt heel blij mee. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Dan dat ik er gewoon blij mee ben. Ja, ik hoop natuurlijk nog steeds groter te worden. En nog steeds leuke video's voor jullie kan maken. Ik hoop dat jullie mijn video's niet saai beginnen te vinden. Of saai beginnen te worden. Dat hoop ik, maar dat kan ik eigenlijk, daar kan ik niks aan doen. Ik plan gewoon mezelf en ik blijf gewoon mezelf. En dat zou jullie ook gewoon, hoop ik, terugzien in mijn video's. Dat ik gewoon niet zou veranderen. De commentaar wordt natuurlijk veel beter, vind ik. Ik heb laatst een video van me teruggekeken van net toen ik begonnen was. Nou, ik lachte mijn eigen kapot, eerlijk waar. Die commentaar wat ik toen gaf, sloeg helemaal nergens op, weet je wel. En daar heb ik nu af en toe nog hoor. Want het is en blijft gewoon af en toe lastig om goed commentaar te geven. Zoals dat. Spanner. Spanner. Nee. Wat? Oeps. Sorry jongens. Wacht, dan moet ik ze één keer laten spannen. Anders vind ik het cheaten. Anders vind ik het cheaten. Dat is niet eerlijk. Niet cheaten. Niet cheaten, Tommy. Niet cheaten. Kom, span. Span, goddammit. Nou, ik ben gewoon te snel. Hier. Een saddle. Oh, ik heb zoveel zin in 1.6. Dan krijg je allemaal paarden en al die dingen. En dan, oh, daar heb ik zoveel zin. Dan ga ik zoveel exploren. Mensen vinden het altijd leuk als je explore video's maakt. Dus vandaar. Waar was ik over aan het vertellen? Oh ja. Net zoals in de video zeggen. Dat is zo moeilijk om dat niet te doen. Maar dan moet je leren. Je moet oefenen. Commentaar geven moet je oefenen. De enige manier om daar goed in te worden, zeg maar, is door het veel te doen. En ik wil niet zeggen dat ik goed ben en heel arrogant overkom of zo. Want er zijn echt heus wel betere mensen dan mij. Die ook kleinere kanalen hebben nog dan mij. Ik heb gewoon heel veel geluk gehad met Jesper op het begin. Dat hij mij zo heeft gesteund. En ik heb nu geluk gehad dat ik in een kingdom zit, waardoor ik superveel mensen krijg. En ik wil niet heel arrogant overkomen en zeggen dat ik ben de beste en dit, want dat ben ik totaal niet. Maar ik vind wel dat ik best wel een prestatie heb geleverd door 1200 abonnees te bereiken. Nou, nog 3 dan. En ik ben er zelf heel trots op. Ik vind het echt superleuk nog steeds om video's te maken. En ja, daar gaat het eigenlijk om. Zolang ik het leuk vind, ga ik gewoon door. En zolang jullie mijn video's leuk blijven vinden, vind ik het nog steeds leuk om te doen. Dus ja, al die duimpjes, al die views, vind ik gewoon leuk. Net zoals als ik een nieuwe serie upload en mensen die kijken naar een nieuwe serie, dat voelt gewoon goed. Dat voelt echt heel goed. Net zoals Tomb Raider, de eerste serie, de eerste episode die ik had geüpload, die was echt veel bekeken. Daar was ik echt blij mee.
Jammer genoeg wordt er nu steeds wat minder. Dat maakt verder niet uit. Dat snap ik op zich ook wel een beetje. Maar ja, het komt redelijk dicht bij het einde dat ik hem heb uitgespeeld. Alleen nog lang na niet heb geüpload. Ik heb 22 afleveringen nog liggen. En ik ben pas bij episode 9 of zo. Dus moet je nagaan hoeveel dat ik nog van Tomb Raider kan uploaden. En ik zou het heel vet vinden als jullie met z'n allen gewoon blijven kijken. Net zoals naar deze video's en naar mijn Kingdom video's natuurlijk. Die worden echt super veel bekeken. Daar ben ik echt blij mee. Dat snap ik eigenlijk ook wel. Want de meeste abonnees die Kingdom kijken, die kijken de rest van de video's niet. Dat snap ik ook. Dat zijn gewoon Kingdom abonnees, zeg maar. Zo noem ik ze even. En het is niet dat jullie minder waard zijn of dat ik jullie niet mag of zo. Maar ik weet gewoon dat die mensen gewoon de Kingdom video's kijken en bijna niks anders. En dat maakt me helemaal niet uit. Ik bedoel, ieder abonnee is welkom bij mij. Iedere like is welkom, iedere view is welkom. Maar ja, ik zit wel steeds te denken van, ik wil niet alleen Minecraft doen. En dat ga ik ook echt niet doen. Ik hou het gewoon vol. Ik hou het net zo lang vol totdat mensen ook denken van, oh, ik zou ook even die aflevering eens kijken van Tomb Raider bijvoorbeeld. Misschien is dat wel leuk. En als mensen dat denken en gaan kijken, dan ja, dan word ik steeds blijer. Dat vind ik gewoon leuk. Als ik zie dat mijn Tomb Raider ook 300 keer wordt bekeken bijvoorbeeld, dan zou ik daar echt super blij mee zijn. Dus, ja. Level 56. En ik hoorde spider. Even kijken waar die spider vandaan kan komen. De E. In de E. Oeh, daarheen. Sorry dames en heren. Zoals ik al zei, ik ben nogal verkouden. De E. Dat gebruik ik altijd. De E. Onderaan Minecraft zie je E. Dat betekent entities. En hoe meer entities, hoe meer kans je hebt op een cave te vinden. Dus ik ga even kijken of ik hier eens een cave kan vinden. Hier staan er 11, 16. Ook losse blokjes tellen ook als entities. Dus ja. Er zijn er nu minder. Daar zijn er 8. Heb ik onder nog iets. Oh, hieronder zitten er 12. Dat zou wel eens even een lekkere cave kunnen zijn. Zo zoek ik altijd naar caves. Oh, ik wil trouwens, sorry, even torch plaatsen. Waar is nou de 12 heen? God diggity damn. Ik kan hem niet meer vinden. Hier is het 8. Zou ik hier dan heen gaan? Nee, ik ga gewoon terug. Ik wil dan eigenlijk een nieuwe cave zoeken. Want ik wil nog niet stoppen met caven. Oh, damn it. Ik kom in één keer achter dat ik geen lava of geen waterbucket heb. Dat is een beetje dom. Nou ja, maakt niet uit. Heb ik een bucket? Oh, ik heb wel een bucket gevonden. Oh, dat is mooi. Ik hoor wel een spider. Waar is die spider? Spider, maak geluid. Zit jij hieronder ergens? Hallo, spider. Oh, kijk eens aan, een cave. Oh, hier ben ik al geweest. Oh, dit is de spanner. Oh, hier zag ik in één keer 11. Ik hoor de spider alleen niet meer. Nou, ik ga nog even een deel naar beneden toe. Zo. Het is een beetje saai nu om dit te zien, denk ik, dat ik op zoek ben naar een cave. Dus ik denk dat ik hem hier even knip. Ga ik even kijken hoe lang dat ik bezig ben. En oh, volgens mij horen jullie echt aan mijn stem dat ik verkouden ben. Dus niet echt zo heel fijn. Maar daarom ben ik zo bij jullie terug als ik een cave heb gevonden. Dus tot zo. En welkom terug. En ik heb inderdaad een cave gevonden. Yes, eindelijk. Oh, dit is wel een grote cave zo te zien. Water, dat had ik nodig. Dat is mooi. Kan ik daar net bij? Yes, daar kan ik bij. Mooi zo. Ik ga hier naar beneden, denk ik. Hoe dieper in de grot, hoe meer kans op diamonds. Dat is altijd wel mooi om te vinden. Eens even kijken.
Oh, ik moet daar niezen. Als ik moet niezen, dan knip ik dat weg, hoop ik, hoor. Want dat is nogal vervelend voor jullie. Oh, ik moest niezen. Woe! Oh, ik heb tranenogen nu. Oh, heb je er ooit ook wel eens gehad dat je zo hard moest niezen dat je gewoon moet huilen? Nee, dat je gewoon tranenogen krijgt. Oh. Ik heb een beetje last van hooikoorts en ja, dat speelt nu ook natuurlijk op. En niet alleen het hooikoorts, maar ook ja, gewoon tijd van het jaar. Veel mensen worden nu gewoon oh mijn god. Worden nu gewoon verkouden, omdat het is gewoon de tijd van het jaar. Het is gewoon echt de tijd om verkouden te worden. Dat is totaal niet leuk. Maar heel veel mensen hebben er last van, dus dat dat maakt daar niet uit. Dan ben ik niet de enige gelukkig. En toen was ik out of... Wauw, en ik kom er 2 creepers meer. Ga weg, creepers. Oh, thanks. Wauw. Creeper, dat had ik eigenlijk al nodig. Dankjewel, creeper. Oeh, gold. Gold, 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 gold. En lapis. Lapis lazuli. Dat krijgt trouwens een nieuwe texture, hè, lapis. In 1.6. Fire taxi. Kom op. Hoeveel pijlen heb ik? 2. Dat is eigenlijk helemaal niks. Goed zo. Oh, en nog een skeleton. Hallo, meneer skeleton. Oeh, nog meer gold. Is even een beetje verlichten. En dan ga ik even hakken. Maar dit is helemaal geen gold. Het is iron. Ik dacht dat ik gold zag. Jammer dan. Dus. Zo. Oh, er was nog 2 gold. Nou ja, maakt niet uit. Dat is beter dan niks. Deze kant ga ik even op. Even kijken wat hier allemaal nog te vinden valt. Dus. Oh, ik dacht even dat dat een enderman was, maar het is een skeleton. Ga weg, skeletons. Niemand mag jullie. Niemand mogen jullie. Mooi. Zo, ik zag wel dat ik al redelijk lang aan het recorden was. Jezus Christus. Dus ik ga zo meteen stoppen. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Ik ga nu trouwens stoppen. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Commentaar. Ik hoop dat jullie even kijken naar Christiaans design. Zoals ik al heb gezegd. Super goede kerel. Gewoon gratis voor mij een banner gemaakt. Daar ben ik super blij mee. Abonneer even op zijn kanaal. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal als je dat nog niet bent. Geef video natuurlijk een groen duimpje om mij eens dik te supporten zoals jullie altijd doen. Allemaal bedankt voor de vele support. Allemaal bedankt voor de 1200 abonnees alweer bijna. Ik ben super blij mee. En dan check ik jullie allemaal de volgende keer.